Als goede West-Vlamingen weet ik dat wij in onze provincie er wel eens de kantjes afrijden. En deze mag u het figuurlijk en letterlijk nemen. En wat het letterlijke betreft, van die meter, die teeltvrije zone van een meter. Als je bedenkt 38% van de bedrijven, van de percelen is het, van de percelen, zijn toch bewerkt in die 1 meter teeltvrije zone. Daaraan zie je hoe de mentaliteit is. Spijt me dat ik het moet zeggen. We gaan dat doen, zolang we niet gepakt worden. Waarom zouden we het laten als we niet gepakt worden? Want 38% overtredingen aan de rode lichten, dat zou veel verkeersdoden veroorzaken. Maar hier gaat het over vervuiling van oppervlaktewateren, trage processen. En je ziet dat niet letterlijk bij botsingen aan rode lichten. Maar het effect op het leefmilieu is groot, intens. En ik vind die cijfers echt veel te groot. En het is waar, hè, als u dan controles doet, er was maar 1 inbreuk op de 62. Hè, dat bewijst dat controle en handhaving hier een noodzaak is. Allee, ik bedoel, het is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen en niet alleen de landbouwminister als een soort superflik zien, hè, die hem betrapt op het inrijden van mest wanneer opbrengen van mest wanneer het niet mag, van teeltvrije zones te gebruiken, van transporten te doen die niet genoteerd zijn, enzovoort. Allee, dat kan echt niet. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.